Morgen grote verschillen momenteel in Nederland. In het noorden, en een groot deel van het midden van het land, daar schijnt de zon. In het zuiden zijn vannacht in brede opklaringen mist en laaghangende bewolking ontstaan. En die mist die heeft even tijd nodig om op te lossen. Maar ook vanmiddag breekt dan in het zuiden van het land de zon af en toe door. Temperaturen liggen momenteel zo rond de 10 graden. Vanmiddag wordt het 14 tot 17 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. En het is overal droog. Ook vanavond is dat nog het geval. Maar de bewolking wordt wel dikker. En vooral vannacht kan er in het noorden van het land enige tijd wat regen vallen. Morgen overdag trekt de regen naar het oosten weg. Dat gebeurt al vrij snel in de ochtend. Overdag is het dan verder droog. Er staat veel wind morgen, een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. In het noordwestelijke kustgebied kan de wind zelfs af en toe hard zijn, windkracht 7. En in de avond neemt dan de kans op een paar buien weer toe. De dagen erna blijft het licht wisselvallig. Overdag is het overwegend droog. Juist in de avonden kan er af en toe wat neerslag vallen. Temperaturen liggen rond de 15 graden. Mijn naam is Remo Klaassen van Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.